Eating with my ex is back. Wat vreselijk. Leuk! Zo. Twee exen die gaan eten samen. Medium goed idee. Dat filmen en uitzenden. Vorig seizoen hebben we ook gekeken. Toen hadden ze ontzettend leuke, lieve mensen uitgenodigd. Of nou ja, trouwens, ik kan me herinneren dat die ex van Sonny, dat die wel heel leuk was. Sonny zelf is dus wel zijn levend project geweest. Sonny zelf moest onderhouden worden. Ik had net zo goed niks kunnen aantrekken. Maar ze dachten, Sonny heeft zulke leuke exen, we nodigen gewoon nog een ex van hem uit. Wel zonder Sonny helaas, ze heeft een nieuwe ex. Zo, what the fuck. Nee, maar ze hebben haar dus uitgenodigd. Die zat met Sonny in het seizoen van Temptation Island. En zij heeft weer een nieuwe ex. Hey, ik ben Ricky. Je kan me kennen van Temptation Island. En vandaag ga ik eten met mijn ex, JD. Oh ja, Ricky. Ik ben net iets te oud voor dit soort programma's, Ricky. Dat is Kills 34. Hij is de reden die ervoor zorgde dat JD bij Sonny wegging. Of nou ja, Sonny is de reden die ervoor zorgde dat JD bij Sonny wegging. Ik ben altijd een zijwieltje van JD geweest. Hij zei trouwens dit. Je kan me kennen van Temptation Island. Je kan me kennen van Temptation Island. Dat is nou een goede zin. Hoi, ik ben JD, bekend door Temptation Island. Ik ben daar Ricky op. En je hebt JD. Hoi, ik ben JD en iedereen thuis kent mij. Punt. Nou, ze is wel even een goede 11 jaar jonger, zeg. De tering. Wel knap hoor. Ik heb daar Ricky ontmoet en vandaag ga ik uit eten met Ricky, want dat is nu mijn ex. Hebben zij nog anderhalf jaar gehad na het seizoen? De uitzendingen waren nog in december 2020. Dan is het echt net uit. Gewoon de dag voor het etentje. Nee, ik weet. Oké, ik weet dat de opnames eerder zijn dan de uitzendingen. Alleen de opnames van dit programma zijn ook eerder dan de uitzendingen. Dus dat balanceert elkaar uit. Dus als je dan rekent van december 2020 plus anderhalf jaar, dan is het volgende maand pas uit. Ik zag hem natuurlijk meteen staan. Het is een knappe jongen. Dus laten we eerlijk zijn, dat viel meteen op. Ja, ik zag een hele mooie meid. Dus ik was eigenlijk ook wel een beetje verlegen. Ik heb zelf... Huh? Wacht, zij danst voor de spiegel en filmt haar eigen hoofd. Dan is niet alleen de spiegel overbodig, maar ook gewoon het dansje. Als je alleen je hoofd filmt, dat ziet er zo uit. Woe! Helemaal breakdansen. Yeah! Ik doe een backflip nu. Ja, je kan toch helemaal niet zien wat er gebeurt. Je ziet helemaal niet dat haar lichaam danst nu op beeld. Dat is helemaal niet grappig, maar boeien, kom. In het begin ga je lekker kletsen met elkaar en leert elkaar heel intens kennen, omdat je echt 24-7 met elkaar bent. Ja, daar groeiden eigenlijk wel vrij snel al gevoelens in uit. Tijdens Temptation heb ik mijn sleutel direct aan haar gegeven, omdat het op dat moment voelde dat goed. Ze was verdrietig omdat ze niet wist waar ze terecht kon. Tijdens Temptation Island heeft hij al de sleutel. What the fuck is dat met hun en vanaf de eerste date al bij elkaar wonen? Sonny en JD, eerste date wonen ze bij elkaar. Sonny en zijn ex, eerste date bij elkaar. En nu had JD al Ricky de sleutel, terwijl ze nog nooit het huis had gezien. Ze waren nog op dat fucking eiland. Wat als hij, hè, in Almere woonde? Nee, oké, sorry. En ze is eigenlijk nooit meer weggegaan. Ik werkte vanuit huis, dus ik kon een beetje zelf bepalen wanneer ik eigenlijk wilde werken, waardoor ik eigenlijk heel veel alleen was, omdat hij gewoon van 9 tot 5 aan het werk was. Als je wilt weten hoe het is om influencer te zijn, eenzaam op de bank zitten en doen alsof je leven leuk is. Kijk hoe leuk deze periode daar. Oh, mooi. Kijk, veel kleuren beginnen hier. Oh, kijk nou. Alleen maar op de bank gezeten. Zeg maar, deze foto is het meest accuraat. Lekker op de bank ligt, terwijl ik dacht van ja, maar ik wil de deur uit. Kom, ga met me mee. Ja, en ik had er gewoon vaak geen energie meer voor. Dat zorgt wel voor de nodige wrijving in onze relatie. Kan zeg maar liggen aan het feit dat je toen verkering nam met iemand die 21 was. Die gaan normaal gesproken 4 keer per week uit en jij leest de krant in een pak. Oké, dit had je kunnen bedenken. Oké, het komt erop neer dat ze allebei nog vet veel emoties hebben. En ik snap niet helemaal de timeline, maar volgens mij is het net uit. Dus het is ook best wel logisch dat ze nog veel emoties hebben. Ricky vindt haar echt nog leuk, maar hij is degene die het uit heeft gemaakt. En dat deed hij om haar een les te leren. Zodat ze zich kon bedenken wat ze dan wel niet mist. En zij dacht, fuck yes, chill dat ik het zelf niet hoef uit te maken. Oh mijn god, ik ga nu genieten van het single leven. Woe, twerken! Daar is ze. Ik heb jou nog nooit in pakken gezien. Dat ziet er goed uit. Ja, jij ook. Hey, schat. Hi. Hoe gaat ie? Ja, goed. Ja, ja, goed. We geven elkaar een knuffel. Ik dacht wel even... Oké, goede ontmoeting. Gewoon met respect, vrolijk, knuffel. Ook zeggen... Hé, ik heb jou nog nooit in pak gezien.
Doe even alsof. Ik heb net een fucking krant zitten lezen op beeld. Komt-ie, hè? Waren wij het perfecte plaatje? Ik denk voor het buitenaanzicht, ja. Voor het buitenaanzicht? Ja, zo qua uiterlijk, ja, 100%. Ja. Maar? Wat is dat voor antwoord? Wat de fuck is dat voor antwoord? Gewoon voor geen reden op ons flexen nu. Ja, als je kijkt naar hoe lekker jij bent en hoe fucking sexy ik ben. Ja, qua uiterlijk zijn wij het perfecte plaatje. Nou, we zijn toch ook wel een beetje heel verschillend van elkaar, denk ik toch? Ik vind dat het wel meevalt eigenlijk. Ja? Ja, en ik denk nog steeds dat wij wel het perfecte plaatje zouden kunnen zijn. Zeg maar, hier staat waren wij, maar misschien is er nog wel zijn wij. Ik weet dat jij dat vindt. Maar goed, dat is dus ook gewoon mijn mening eigenlijk. Ah, hij is gewoon nog verliefd. Deze kill is gewoon nog verliefd. Hij praat nog in het heden. Hij zegt, misschien zijn wij nog het perfecte plaatje. Kill, het is uit. The fuck? Niemand in de wereld is het perfecte plaatje met zijn ex. Anders was het niet uit. Hij is echt nog op het punt van, oh, het komt helemaal goed. En het is de vrouw van mijn dromen. Ik heb zoiets van, ja, dat heb ik al niet meer. Ik vind het wel lastig dat je zeg maar zegt van, we waren het perfecte plaatje, maar we zijn het perfecte plaatje. Nou, eigenlijk zijn we dat ook, maar er moeten een aantal dingen veranderen. What the fuck is going on? Wat zegt hij? Dit slaat nergens op. Hoe de fuck wil je iets veranderen wat perfect is? Dan is het niet perfect. Plus het is uit. Hoe perfect kunnen jullie zijn geweest? Zou hij de definitie van perfect weten? Daarin, en dat is denk ik meer nu achteraf, dat ik merk van, oh, ik heb best wel ook het stappen en zo, wat ik nu bijvoorbeeld doe, heb ik best wel gemist. Jij hebt dat al gehad, die periode. Ja, maar ik heb het ook gemist. Wil je zien nu ook dat ik gewoon uitgaan, maar dat je kon gaat niet. Wel uit, maar dat deed je met mij ook. Maar dan ben je vervolgens wel weer om 1, 2 uur bijvoorbeeld ben je weer thuis. En ik kom om een keer om 10 uur 's ochtends de volgende dag kom ik een keer thuis. Wat een loser! 2 uur 's nachts thuis, dan begin ik pas. Wat een nerd ben jij, jongen. Ik zie jou dan insta 2 uur thuis. Nerd. Zijn ze nou 10 uur 's ochtends thuis? Kak. What the fuck doe je tot 10 uur? Vind ik dat ook wel weer overdreven. Proosten wij op. Oh ja, maar proosten wij op. Op een mooie toekomst. Een mooie toekomst. Ja, hoe dat dan ook mag lopen. Okay. Vind je dat goed? We proosten op een mooie toekomst. Okay. Save myself. Hij wilde bijna proosten op hun. Proost op een mooie toekomst. Samen. Met iemand. Maar ik weet niet wie. Samen met bijvoorbeeld iemand die begint met een J en eindigt op Edi. Kan iedereen zijn? Hij denkt zeg maar zo erg dat hij nog in een relatie zit dat hij nog net niet over de afwas begint te zeiken. Nee, ja, maar we gaan het op. Ja. Heb je te veel moeten opgeven voor onze relatie? Ik hoopte echt dat ze Sonny ging zeggen. Gewoon voor de grap. Ja, ik heb Sonny voor jou moeten opgeven. Daar heb ik spijt van. Oh. Ik denk niet te veel, maar misschien meer dan dat ik had gewild. Ja, maar je kwam al vrij snel bij mij wonen, dat al een reden had. What the fuck is dat met hun en niet kennen van definities? Hoor je wat ze zei? Ik denk niet te veel, maar misschien meer dan dat ik had gewild. Nee, ik ben niet bang om invalide te raken. Ik ben meer bang dat ik niet meer kan bewegen omdat er iets met mijn rug gebeurt. What the fuck? Ik denk niet dat wij te snel samen zijn gaan wonen. Voordat ik met Temptation mee ging doen, 1,5 jaar vrijgezel. Dus ik was er wel klaar voor. Ik heb gewoon 1,5 jaar lang... What the fuck heeft dat te maken of je ready bent om met JD samen te wonen? Vaak is het als je 1,5 jaar hebt gedate dat je dan klaar bent om met iemand samen te wonen. Ik heb morgen een eerste date. Ik ben al 14 jaar vrijgezel. Dus ik ben ready om hard een huwelijk te vragen. What the fuck? En dan is het niet lullig bedoeld, niet zozeer dat ik jou mis, maar inderdaad dat je thuis komt en je vertelt hoe je dag is geweest. En dat je samen 's ochtends wakker wordt, weet je, dat soort dingetjes. Dus je mist mij niet? Tuurlijk mis ik het af en toe, maar ik denk dat ik dan meer een iemand mis dan specifiek jou. Oh, dit klinkt zo fucking lullig. Ja, dat klopt. Ja, sorry, zo bedoel ik het niet. Dat komt gewoon heel veel. Oh, he getting mad! Oh, hij wordt boos. Hoor je dat? Oh, ja, dat is zijn ego die aan het kraken is, hoor. Ik hoor zijn hart bonken vanaf hier. Ja, dat is heel lullig voor hem, maar dat gevoel heb ik niet meer. Ik ben denk ik wel al iets verder hierin dan dat jij bent. Nou, dat weet ik niet, maar oké. Denk ik. Helder. Wel, ik kijk 5 minuten naar jullie en ik weet het ook. Volgende vraag. Dat vind je niet leuk om te bespreken, hè? Nou ja, ik weet diep van binnen dat je mij gewoon mist. Oh shit, motherfucker! Ah, ik loop zo raar nog spierpijn uit. Hij wil het gewoon niet accepteren. Ze mist je niet, fool. She's gone. You let her go.
En nou, wings en shit. Tuurlijk, ik mis jou ook wel. Nou, maar het zijn bepaalde dingen. Maar ik weet niet zeker of ik jou mis of gewoon iemand waarmee je zoiets kan delen. Oké, heel raar dit, maar prima. Ja, nee man, het is niet zo heel raar. Ten eerste, het is niet zo heel raar, want zo werken relaties als het uit is. Plus, ze heeft een nieuwe vriend of zo. Ze is zeg maar heel erg voorzichtig met de zinnen. En ja, ik ken vrouwen nu wel een beetje. Ze heeft iets nu. Volgende vraag. Oké. Ja? Ja, doe maar. Ben je jaloers op mijn carrière als influencer? Ja, oh mijn god, ik ben zo jaloers dat jij de hele dag op de bank zit zonder collega's en lachen of überhaupt sociaal contact. Want ja, gewoon iedereen is aan het werk, toch gewoon. Ja, dat lijkt me zo leuk, oh mijn god. Oké, mensen, ik zeg het al jaren, maar nog een keer. Influencers zijn niet de mensen waar je jaloers op moet zijn. Al jullie idolen, met een miljoen volgers of iets eronder of iets erboven. Ik ken ze allemaal, ze zijn allemaal depressief. Eenzaam. In 2017, toen dachten we dat het nog leuk was om een influencer te zijn. Nou, jaloers helemaal niet. Nee. Ik zit gewoon iedere dag op kantoor. Maar het is natuurlijk ook zo, ik kom dan thuis, 's avonds, dan vroeg ik aan jou wat je gedaan had. En dan was het eigenlijk niet zo heel veel. En daar heb je ook wel eens opmerkingen gemaakt van, ja, wat... Nou, proof is my point, dank je. Hoe stom is dat eigenlijk? Als je vriend thuis komt en hij moet vragen, the fuck doe jij eigenlijk de hele dag? Nou, zij besefte dat en toen moest ze huilen. Niet doen, ja. I know. Nee, niet huilen. Stop je met emoties hebben, Jezus. Het maakt het niet makkelijker of zo. Nee, maar het is ook niet makkelijk. Nee. Ik wilde het liefst eigenlijk naar de toe lopen en haar een knuffel geven. Maar dat doe ik expres niet, want dan wordt het alleen maar erger. Yes! Ja! Yeah. Oeh! Lekker! Dat is precies wat je moet. Expres geen schouder geven als iemand aan het huilen is. Fuck emotionele support. Waarom de fuck zou je expres niet je ex willen troosten? The fuck? Oh shit! Shit is about to go down. Nu gaan we zijn hart breken. Wat vind je ervan als ik weer ga daten? Ik vind kut. Oké. Okay. Ik scheld nooit, maar ik vind het kut. Ja, okay. Tuurlijk. Ja. Want... Oh, hij scheldt ook niet. 2 uur 's nachts thuis en niet schilderen, wat een nerd! Dat geeft dan wel aan dat jij al, zeg maar, als je dat zou doen, al 20 stappen verder bent. Wel verder al dan jou, sowieso. Ik weet niet, ik vind het ook een beetje... respectloos misschien dan of zo, maar goed. Ik denk dat hij bedoelde, en dat hij het gewoon verkeerd uitsprak, maar hij bedoelde denk ik... Ik loop nu een deuk op in mijn ego, omdat jij je emoties voor mij sneller hebt verwerkt dan ik die voor jou. En dat maakt niet uit, Ricky. We begrepen je. Plus, je zei zelf dit aan het begin van de aflevering. Dus ik wist dat ze een relatie zou hebben. Ja, ik heb daar geen boodschap aan eigenlijk. Ja, ik zeg ook altijd tegen mijn vriendinnetjes, als je denkt dat je het beter kan krijgen, dan moet je gaan. Nou, surprise! Ze heeft een beter iemand gevonden. Oké, sorry. Nee, ja, maar dan weet ik toch nu al, je bent aan het daten. Dan weet ik maar je weet toch het antwoord ook al? Ja. Nou dan. Maar het is ook echt al daten. Nou ja, ik zie het niet als daten, maar we hebben elkaar vaker gezien dan 1 keer. Ja. Ja. Zo, ben je boos meteen nu? Oh shit, je moet ook even beseffen, hij begon deze date, dit etentje met proost op ons. Wij zijn nog het perfecte stijl. Wil je met me trouwen? Nee, dat vroeg hij niet, maar dat had hij net zo goed kunnen vragen. Hij dacht echt dat het etentje ervoor zorgde dat het goed zou komen. Dat is wel kut hoor. Oké. Ik zag echt ze... Zo, is de hele kop vertrokken. Ja, dankjewel. Split de rekening! Wat als we elkaar 10 jaar later ontmoet hadden? Zo, nou, dan is zij nog steeds niet net zo oud als dat jij nu bent. Ja, jij bent dan al, ja, vrij dood. On my mind, so say it.